Een van onze meesters gaat weg. Ja. Die gaat de lange weekend verlaten. Dus meester Floris, kom er eens even bij. En dan gaan we het even over jou hebben. Ja hoor. Ja, maar niet blij. Goed, jongens en meisjes. Vandaag is eigenlijk de feestdag, maar ook een beetje dus een trieste dag. Want meester Floris die neemt afscheid van de lange wieken. Volgende week woensdag, dan is het zijn laatste echte werkdag hier. In 2007 had ik meteen bij jou begonnen hier op school. Dus het is al meer dan 10 jaar dat hij hier meester was. Eerst was hij stagiaire. En toen dachten we, hé, dat is een goeie, die moet hier blijven. En dat klopte. Hij werd eerst meester in groep 2. Daarna is hij heel wat jaren meester geweest van groep 3. En de laatste jaren is hij meester van groep 8. Maar meester Floris is vanaf volgende week weer gewoon Floris. Want het meester gaat eraf. Hij gaat niet meer als meester werken namelijk, maar hij gaat een andere baan. Hij heeft gekozen buiten het onderwijs. En dat is jammer. Jammer dat hij weggaat. Daarom hebben we bedacht, dat doen we vandaag. Vertellen we dat even tegen iedereen, zodat vaders en moeders die hem nog even een hand willen geven en willen bedanken. Dat kan nu. En woensdag, dan hebben we nog even afscheid samen met de kinderen, vooral in groep 8. Dat doen we dan nog eventjes dunnetjes over, zoals we dat noemen. Maar bij een afscheid wordt ook een cadeautje.
En daarom krijgt de meester Floris van ons een hele grote bos bloemen voor... Linda. En een bom om wat lekkers voor jezelf te kopen, of het moois, dat gaat natuurlijk ook de eerste dag. Floris, hartstikke bedankt voor al die jaren en ik kan niet anders zeggen, jammer. Goed, applaus voor deze Floris. En... Oké, ik kom vorige even terug, want meester Floris die zegt ook nog iets. Ja, we hebben woensdag dus nog een afscheid, zeker ook met groep 8, collega's. Dit stukje is voor alle kinderen en veel ouders, zoals ik zie. Dat is ook lastig met 250, dus daar heb ik ook over nagedacht. Mijn gymschoenen gaan nu van de kapstok af, dus daar is een plekje vrij. Daar kan die bal mooi liggen. En elke keer heb ik bedacht, en ik weet niet of het team het ermee eens is, maar bij deze wel denk ik. Ja, hij is bedoeld voor de voetbalkooi, dus de onderbouw die op welke dag dan ook begint, kan hem pakken. En geeft hem door naar de bovenbouw. Ik wou een Feyenoordbal doen, maar als ik nu de reacties zie... Ja, kijk, dan denk ik dat hij heel snel op dat dak of in die sloot had gelegen. Dus Sven, ik denk Sven de oudste is, hè? Kom maar hier even Sven, dan geef ik maar jou symbolisch. Sven, waar is hij wel van, denk je? Ajax. Nee, dat zou hij al lek zijn, denk ik. Juist, Barcelona, dat wil ik zien. Voor jullie allemaal, voor de voetbalkooi, kleine geintje. Ja, heel goed. Of voor juf, op de foto. En bij deze, ja, alle ouders, ik zie ook heel veel ouders van volgens mij jonge kinderen staan, maar zeker de ouders die, waarvan ik de leerling in de klas heb gehad, heel erg bedankt. Irma en ik hebben de afgelopen weken al een paar keer over gehad over onze bruiloftsdag en een vrijgezellendag. Dat is nu groep 5. Die ouders, Hanneke en Charlotte volgens mij namens de klas, Marieke, Barbara, ik weet niet, allemaal collega's. Dat was een onvergetelijke dag, verrassing. Nou, dat zullen we voor altijd koesteren, zeg maar. Dus heel erg bedankt allemaal. Ik heb het hier heel, heel fijn gehad. En nog 3 dagen. Oh, dat weet ik wel zeker. Dankjewel. Jazeker, een applaus voor meester Floris. En daarom, om helemaal afscheid van hem te nemen, dat doen we natuurlijk met ons eigen schoollied. En daarna gaan we naar binnen. Goed, jongens, zing maar mee. Nee, we gaan geen feit met Antonam. Yeah.
Een applaus voor jezelf. Helemaal goed. We gaan allemaal zometeen terug naar onze klas. Dus als juf Jeanette en juf Jenny even gaan staan bij de deur, dan mogen alle kinderen van groep 1, die mogen door die deur naar hun klas gaan. De kinderen van groep 8, die mogen door hun eigen ingang naar hun klas gaan.